de toneelgroep De Ware Amateur heerste grote consternatie. Over een half uur zou de jaarlijkse voorstelling beginnen en de man die de rol van bakker zou spelen was ziek. Wat te doen? Het was wel geen grote rol, maar toch, hij moest erin. Totdat de dame die voor gravin zou spelen het reddende idee kreeg. Zeg, Karel, waarom nemen we geen echte bakker? Zei ze. Wie is er beter dan de bakker zelf? Dat is het, riep de regisseur. En hij liet onmiddellijk een bakker van huis halen. Toen hij even later met de onthutste bakker in de kleedkamer zat, zei de regisseur: kijk, het is heel eenvoudig. De gravin wacht in wanhoop op een geheim bericht van de ontvoerde zoon. Dat bericht brengt u, verstopt in een rol. U klopt, gaat binnen en zegt: gravin, ik breng u de rol. Dan zegt zij: bakker, wat zit er in die rol? En dan zegt u het wachtwoord: 14 beste beurten. Dan weet zij dat u het bericht brengt. Dus goed onthouden: 14 beste beurten. De bakker had het goed begrepen en ging de rol van zijn leven spelen. Ja. Gravin, ik breng u de rol. Bakker, wat zit er in die rol? Bakker, wat zit er dan toch in die rol? Veertien beste hooimeierbeschuiten. En gelijk had die bakker, want in elke rol hooimeier zitten 14 beste beurten. Het recept schrijft verse eieren voor en het fijnste meel. Want alleen de beste grondstoffen geven die prachtige beschuit waarop hooimeier terecht zo trots is. Beschuitspecialisten zijn het daar. Die weten dat lekkere beschuit ook vers moet zijn. Die er daarom voor zorgen dat hun product vers bij bakker en kruidenier komt. De leverancier weet wat hij krijgt. Lekkere, verse beschuit waarmee hij eer in legt en die hij daarom graag aan u verkoopt. Hoe heerlijk zijn die hooimeierbeschuiten en op hoeveel manieren kunt u er niet van genieten. Vooral bij dat verse kopje thee en dan al die verrukkelijke hapjes. Ja, de hoofdrol op beschuitgebied wordt gespeeld door hooimeier.